Chinees Nieuwjaar staat dit jaar in het teken van de Haan. Volgens de Chinese dierenriem staat dit jaar voor veel kansen, uitdagingen en vooral vruchtbaarheid. De viering vond voornamelijk in familieverband of verenigingsverband plaats. Bij de Chinese vereniging Kong Yi Tong Sang was het minder druk dan voorgaande jaren. Veel Chinese winkels waren in tegenstelling tot voorgaande vieringen van het Chinees Nieuwjaar normaal open. Kunstenaar Paul Wooi, kenner van de Chinese cultuur, zegt dat de karaktereigenschappen van de Haan per plaats verschillen. Hier in Suriname zit, dat verwacht je rust. Ergens anders, en dat kan zijn gezondheid of welvaart, op een tweede of een derde auto. Maar wij zorgen dat we rust moeten hebben. En u hebt nog steeds die verbondenheid met de Chinese cultuur, nog steeds die verbondenheid met China, maar tegelijkertijd bent u 100% Surinamer. Hoe combineert u dat? Suriname bestaat uit een derde Creole, een derde Hindustan en een derde Chinese, Japanen en dergelijke. Suriname, als je praat over Suriname, weet je hoeveel nazaten van Chinese afkomst in Suriname zijn? In de buurt van 180.000. Dus waarover praten we? Ja, endurance, dus doorzetten, intelligent. Intelligent omgaan, nuchter omgaan in de situatie waarin wij niet verkeuren als natie. Ik denk dat we dat zeker, als we dat één gezin kunnen doen, nuchter, de juiste stappen, dat we inderdaad als land toch wel uit de moeilijke situatie komen. Sowieso, jaar van de Haan. Zoals de ambassadeur dat zei, van de afgelopen jaren, het jaar van de AAP was behoorlijk moeilijk. En het vooruitzicht is, trouwens, dat wordt een wens uitgesproken, dat het een beter jaar wordt. En we wensen elkaar een beter nieuwjaar toe met de Chinezen. De voorzitter van Kong Yi Tong Sang, Thompson Chung, ziet graag dat de regering meer aandacht schenkt aan de veiligheid van de Chinese winkeliers. Hij hoopt dat de karakteristieken van de Haan goed gebruikt kunnen worden om uit de economische crisis te komen. Suriname gemeenschap. We zien een slechte dag. Dat is zo binnenting. Maar we moeten ook naar Poepong. We steunen de regering. We doen ons leven. Vanaf UNO moeten we doen. Dat we met JP voor Pauw en Kondre op. En alle jaren Japan boskopen ook toe, die regering, zijn jullie tegen de regering aan jaren? Wel, we verwachten een regering voor toe, Pungsan dit jaar, dat voor veiligheid. Want hoe jullie toen ze vervoeren gebaar, en alle tijd. En wel, omdat kan de Chinees op de voeren wengri, de maroof, unu. Maar we hopen dat de regering kan lukken op hun dit jaar, dat ze welkom lopen. De Chinezen zijn een onlosmakelijk deel van onze multiculturele samenleving. Ja. En het is een nieuw jaar en het was gepast om ze een gelukkig nieuwjaar toe te wensen. En van wat ik heb gelezen over het jaar van de Haan, is dat er een doorzetting en goede voorbereiding daaraan centraal staan. En ik denk dat karakteristieken zijn die we nodig hebben in Suriname. Anno 2017, doorzetting. En dat we goed gepland, goed voorbereid het nieuwe jaar ingaan. En persoonlijk kunt u die heel goed gebruiken? Ja, natuurlijk. Zeker weten, zeker weten. Vooral voor het ministerie van NH is er veel te doen. Dus we gaan ook een vol goede moed verder. Minister Giljo Dodson van Natuurlijke Hulpbronnen. Hij was door Kong Yi Tong Sang gevraagd om namens de regering een woord te richten tot de aanwezigen. Daarvoor zag u de voorzitter van de Chinese vereniging, Thompson Chung.